deze opleiding gekozen omdat we thuis een varkensbedrijf hebben, dat ik later over wil nemen. Thuis hebben wij een veevoerfabriek. Ja, ook omdat ik op het mbo al wat varkens en koeien heb gehad, vind ik het heel interessant om voor de pluimveehouderij te kiezen. Een stukje boer zijn, dat leer je thuis wel. Nou ja, dat wordt van vader of zoon wordt het overgedragen en dat is prima. Alleen als je hier op school zit, dan hoor je heel veel verschillende meningen van iedereen. Je gaat kijken bij bedrijven. Je gaat kijken hoe het kan, hoe het misschien niet kan. Buitenlandstage, dan mag je zelf weten naar welk land dat je gaat. Ik zou het liefst naar een beetje een vooroplopend land gaan qua veehouderij. Ik denk Denemarken of Canada. Ik heb nu in gedachten Korea. Gewoon lekker ver weg. Ja, we hebben voor ons thuisbedrijf gekozen om niet groter te worden, maar een concept te gaan produceren. En dat is dan het Beter Leven concept. Dat past er ook heel mooi bij, omdat we ons eigen droogvoer maken. Dat past deze opleiding dus ook goed bij, omdat je kunt gaan richten op voeding. Je hebt heel veel verschillende vakken. We hebben echt diergerichte vakken, maar ook administratie en financiële dingen. Ja, daar sta je anders nooit zo bij stil, maar het financiële en het boekhouden, dat is ook heel erg belangrijk voor later in de toekomst. Ik hoor goede verhalen over het ronde, dat het goed aangeschreven staat, ook in het bedrijfsleven. Ik hou eigenlijk nooit op kamers, maar ja, op de campus is het eigenlijk ook heel leuk. Met dezelfde interesses. Het zei ik dat je hier ook weer een andere familie hebt. Je komt hier af met een, nou ja, een lading vakkennis, maar ook met een lading kennissen. Daar heb je de rest van je leven, heb je daar wat aan.